ga ik eens kijken wat ik er nog van ken. Weer het tijdje gewonnen. Mijn arm ligt er nog, hè? Voelt je wel je eigen afvoeg waar je last van hebt. Ga je naartoe? Ja, wel rustig. Hey, kom je naast mama staan? Hallo, schatje. Hallo. Ja, ga eens naar papa. Hey. Ik heb net helemaal nog niet gezegd. Welkom bij een nieuwe weekvlog van natasjaonline.nl. Ik heb net mijn dwarsfluit onder het stof vandaag getoverd, gehaald, gedaan. Oh, wacht even, ik moet jullie al even neerzetten. Nou ja, die heb ik, kan zeggen, 8 jaar lang eigenlijk sowieso niet echt mee gespeeld. Maar, behalve op bruiloften en uitvaarten. Tata. Ik zal me eerst eens even poetsen en dan ga ik eens kijken wat ik er nog van ken. Het is ondertussen maandag. Ik heb gisteren eigenlijk niet echt iets gefilmd. Ja, we hebben Isabel opgehaald om te logeren bij de ene oma. En toen hadden we barbecue, daar heb ik een stukje met mijn mobiel gefilmd. Dus dat heb je net nog dan gezien. En... toen zijn we naar mijn ouders gegaan, want daar is iets wel vandaag slapen omdat Roy vandaag is werken en ik ben ook weer werken. Dus dat was wel handig dat ze dan s'avonds al kan komen slapen. En vandaag ben ik dus weer werken. Ik moet zeggen dat ik dus gewoon weer voor mijn wekker wakker was. Kort over 6. Wow. Dus heb ik gewoon heel even doorgeslapen totdat ze wekker ging. En nou zit ik aan mijn ontbijt. En yoghurt met pekannoten en maple syrup. En ik heb net mijn lunch gemaakt, dus een doortje. Had ik eigenlijk gisteren doen, maar water gelaten thuis omdat ik had gepland. Dat had ik ook gezien in, maar eigenlijk had ik dat beter gewoon gisteravond kunnen doen. Want in de ochtend is het echt helemaal niks om dan nog te bedenken wat je moet gaan eten en zo. Dus dat is een tip voor vandaag. Daar is school om een keer boodschappen doen, dan ga ik Isabel ophalen. Eten koken. Moet ik ook zelf doen omdat Roy weg is. En dan is het gewoon een rustig avondje. Het is ondertussen 10 uur al, 's avonds. Isabel ligt natuurlijk al heel lang op bed. Die heb ik eerder opgehaald bij mijn ouders, want ze was ziek, koorts. Verder natuurlijk weer mijn eerste werkdag gehad. Weer echt heel erg leuk om alle kinderen weer zo te zien. En ook eigenlijk gewoon een hele fijne dag gehad. Roy die komt binnen nu in een half uur thuis van zijn werk. Maar ik ga zo meteen wel naar bed, dus die spreek ik dan kort en dan ga ik mooi slapen. Want morgen is natuurlijk weer een nieuw werkdag. Dus ja, ik heb vandaag verder niet zoveel te vertellen of zo, of om te filmen. Maar ja, hoort bij. We hebben net weer de eerste ronde van Lucky 13 gespeeld. En schat, vertel het eens. We wonnen manies, we winnen manies. Ja, hoeveel hadden we gewonnen? €3,60. Per persoon. Woep woep. Nou gaan we voor ronde 2, waar over €2000. Waar we alle appspelers, hoe noem je dat? Verdeeld wordt. Verdeeld wordt, dat was het woord, dankjewel. De winnaars. We spelen zometeen het tweede potje. Voor €2000, dat verdelen we onder de winnaars van Lucky 13. Oeh, stom. Ik had dit bericht geschreven en dat moest morgen online. En ik drukte per ongeluk op publiceren in plaats van op inplannen. Oeps. Dus ik moet even van social media afhalen, want nou kun je toch niks meer vinden. Oh, jongens. Lekker bezig. Tijd om naar bed te gaan. Dus even kijken. Zie je? Meteen verwijderen. Zo, gelukt. Ha. Niet zo slim. Ja, wat heb je gemaakt, schat? Testcake deel 2 voor de verjaardag van Isabel. Suikervrij. Boep, boep. Zo, fijn. Fijn. Ja, maar zit altijd knoeien.
first name basis. What do you think of adding him to our team? Bob? Deze is luttiger. Working here with us? Van de vorige. Ja, oh, wat te bedoelen. Ik vond die vorige ook wel lekker hoor. Dat is iets steviger. Maar deze is ook heel lekker. Yay, ik heb weer prijsgeld gewonnen. Maar bij Roy deed de app het niet, dus hij heeft mij wel geholpen. Maar anders had hij ook geld. Waar zijn wij? Hallo, 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 hallo. Waar zijn wij? Moet je hem vragen? Heeft hij net verteld? Ja. Daar, ergens, staat iemand volgens mij. Als jij nou achter hem gaat lopen vloggen, dan kom je op tv dat je aan het vloggen bent. Ja, en nou heb ik net een make-up niet gedaan. Dit is jammer weer. Dan moet ik jou zonnebril lenen. Sorry, ik heb het niet uitgezien. Eigenlijk wel, ja. Maar we zijn dus op de kermis van de Mos. En daar liep iemand van SBS, Shownieuws, Hart Nederland. We denken dat hij Renier heeft, maar we weten het niet zeker. We moeten dan nog maar terugkomen. Ja, dat kan ook. Misschien is wel Henk, inderdaad. Maar we zijn even aan het bedenken waar we naartoe gaan. Schoonmoeders is erbij. En hey, kijk, kijk, die zit wel over. Was je bij jou in de breakdance? Ja. Oké. Okay. Zijn mijn papa in de breakdance? Mijn koppie. Ja. Kijk, het is zo leuk, schat. Je patje jij. Ja. Ik heb 5%, dan krijg je 5% terug. Zo, voltige, dat kan prima. Gewoon voltige. Ja, een hele goede morgen, het is vrijdag vandaag. En ik heb de laatste tijd niet zo heel veel gefilmd. Ik ben trouwens net wakker. You can see my face. Ik merk altijd, en dat heb ik met het vloggen heb ik ook altijd. Dan begint het schooljaar weer. En dan moet ik heel even opnieuw resetten. Omdat, ja, even weer opstart op school. Combinatie van werk, et cetera. Dat heb ik gewoon nou eenmaal altijd even. En dan, dat komt ook wel weer goed. Maar ik merk dan dat ik ook even minder zin heb om te vloggen. Niet per se dat ik geen zin heb, maar ik pak er niet zo snel mijn camera mee bij, zeg maar. Want we zijn gisteravond naar de bioscoop geweest, naar twee films. We zijn naar Mamma Mia, Here We Go Again geweest en naar, wat is de tweede film nou? Ah ja, The Spy Who Dumped Me. Ook wel echt wel hele leuke films. Niet de crème de la crème, zeg maar gewoon, ja, echt wel gewoon leuk. Wat doet papa nou toch allemaal? Krijg ze een beetje een rood gezichtje van. Waarom doe je dat, papa? Omdat het alleen maar nat is. Ja, meloen, hè? Watermeloen, dus het is soep. Het werkt goed. Nou, ze vindt het prima zo. Ja, kom eens naar mama, laat eens zien wat je kunt. Ja? Ja! Ja! Kom! Goed zo! Ja! Oh, mama is zo trots op jou. Je kunt helemaal kruipen! Hi! Was je aan het kruipen gegaan? Hey! Oh, zo zielig, ze is super verkouden. Heeft allemaal snotjes in haar oog. Hi! Oh. Oeh, bab! De split. Wat ben je aan het doen, schat? Sta je bij de deur? Doe je klappen? Wil je naar papa toe? Heerlijk hoe voorzichtig je gaat zitten. Jee, applausje! Wil alleen even uitkijken dat papa die zomaar binnenkomt, hè? Ja, dan val je om. Knappetje. Jongens, ik wil al naar bed gaan. Was ik zomaar weer vergeten om bijna de vlog af te sluiten? Weer bijna de vlog. Ik weet niet of deze zin klopt, maar ik ben echt heel moe. Ik heb geen zin om erover na te denken, dus. Nou ja, ik hoop in ieder geval dat jullie deze vlog heel leuk vonden om te zien. Als dat zo is, even een blauw duimpje omhoog. Abonneer je op dit kanaal als je dat niet gedaan hebt. En dat zou heel raar zijn. Nee hoor.
grapje. Maar een beetje dan. Oké. Nou ja. Dat dus. Ik hoop jullie van volgende week weer te zien. Wens je een fijn weekend. Een fijne week. Is maar net wanneer je deze video bekijkt. En dan moet ik mijn mond maar houden. Want er komt echt totaal niks zinnigs meer uit. Ik zeg wel gewoon houdoe.